ik denk dat het zonder video-edit het heel lastig wordt om een televisieprogramma te maken. Moet er toch muziekjes gekozen worden of bepaalde beeldlassen waar je die legt. Ja, zonder video-editen gaat dat denk ik niet. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik voetbal kijk en tegelijkertijd aan het werk ben. En voetbal is een van mijn grootste hobby's, dus ja, dat is een prima combinatie denk ik. Nou, ik werk bij United. We doen daar voornamelijk sportprogramma's en samenvattingen, items. En tijdens de wedstrijd zitten de leukste momenten los. Die dan in de rust of na de wedstrijd besproken kunnen worden door de analisten. Ik vind het leuk om met een deadline te werken, omdat er zit een extra druk achter. Vaak moet al 5 minuten na een wedstrijd moet het al op zender zijn. En het geeft gewoon extra voldoening als je dat ook daadwerkelijk haalt en dat je dat dan ook op televisie voorbij ziet komen. Nou, als editor zorg je dat een filmpje er goed uitziet. Het is niet mooi als je een totaal op een totaal snijdt, dus dan doe je er vaak een close van een speler tussendoor die baalt of juicht. Nou, het meest trots ben ik op de videoclipjes en de itempjes. Dat vind ik veruit het leukste om te doen. En dan laat ik mijn ouders en mijn vrienden ook wel weten dat ze even moeten kijken. Dat is 1,28. Oké, mooi. Nou, je moet goed met andere mensen om kunnen gaan. Want je staat toch onder een bepaalde tijdsdruk en er is stress bij. En zijn opdrachtgevers zijn vaak zijn soms heel veel eisend. Ja, hoor je mij. Ja, lang lopen. Komt-ie. Ik denk dat het belangrijk is dat je heel precies bent en accuraat. En je moet goed de techniek beheersen. En dat je moet weten welke knopjes je moet indrukken. Knap schot op de lat en voor de rest niks gevaarlijk. We hadden thuis inderdaad een camcorder en daar was ik wel veel mee bezig. Ja, en op school, op de MAVO, had ik 1 keer in de week hadden we les. En dat vond ik heel, heel leuk in media. Dus ben ik een opleiding daarin gaan volgen. In de toekomst zou ik me graag wat meer willen verdiepen in verhaallijnen. Echt meer op documentaires of echte televisieprogramma's. En misschien zelfs uiteindelijk wel films kunnen gaan monteren.